Dag iedereen, ik ben Maarten en jullie kijken naar een nieuwe tutorial van mij. Deze tutorial is een tutorial in Premiere Pro en ik doe die persoonlijk in Creative Cloud, maar je kan deze in alle versies toepassen, denk ik. Of toch, zeker in alle recente versies. En ik gebruik ook een MacBook, maar dit is zeker ook mogelijk op Windows. Het enige wat je aan moet denken in een MacBook is dat je nog een extra kabeltje nodig gaat hebben. Alright, en het allereerste dat we nodig zullen hebben is een HDMI-kabel of een AVG-kabel. Een scherm, dat ik hier heb, zie je direct al. En natuurlijk uw gewone laptop. En bij MacBook ga je ook nog een overzetstuk nodig hebben, omdat MacBook bijvoorbeeld geen HDMI of AVG poort heeft. Deze overzetstukken kosten wel wat geld. Ik denk dat deze bijvoorbeeld van Thunderbolt, wat dus Mac heeft naar HDMI, deze kost €40 denk ik, of €36. Dat is natuurlijk niet leuk om te kopen, want het is zo'n heel dom klein kabeltje en dat kost veel geld. Maar zonder deze gaat het echt niet lukken, dus je hebt het wel nodig. Je hebt dat zowel voor HDMI als voor AVG. En normaal gezien heb je dit enkel nodig als je werkt op een MacBook. Oké, maar dan ga je dus eerst het connectiestuk van Thunderbolt naar HDMI aansluiten. Trouwens, die zwarte plakband dat je bij mij ziet op mijn kabel. En die zwarte plakband hier, en ik heb die ook hier geplakt. Dat is iets dat ik had van Lifehacks en dit zou ervoor voorkomen dat je kabel rap kapot gaat. En dan heb je deze aangesloten. Moet je de HDMI-kabel er nog in steken. In de poort, ik steek die hier in poort 3, maakt niet echt veel uit. Welke poort? Alright, en nu heb ik dus de tv ook op de juiste poort te zetten, maar dat mag je natuurlijk niet vergeten. En nu, als jullie zien, heb ik hier op de tv juist hetzelfde beeld als op mijn MacBook. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We gaan eerst al eens Premiere open doen met een nieuw project. Met MacBook staat er, heb je hier van boven, heb je hier van boven zo een tv-schermpje. Als je daarop klikt, staat er synchrone weergave. Dat gaan we gebruiken als apart beeld. En ik weet dat, dat je dit in Windows ook heel makkelijk kan. Maar in Windows gaat dat dan tussen beeld, preferences of zo staan. Ergens. Oké, ik ben even van lens veranderd en van setting veranderd. Vooral als van jullie, voor jullie goed in beeld te brengen. De synchrone weergave is dus uitgesteld en is een weergave op apart beeld. En je hebt hier Premiere open gedaan. Om te starten ga ik even hier bij Workspace, Reset Workspace doen. To save layout, voilà. En hier, ik heb ook rap even een bestandje geïnload. Hier eigenlijk kan je alle clips bezien. In je source window. In je program window kan je eigenlijk, als je iets in de tijdlijn hebt, rap even doen, kan je dat hier bezien. En dat zijn eigenlijk de twee kaders die ik het liefste op de tv zou willen hebben. En dan hier gewoon eigenlijk enkel mijn tijdlijn. Dat vind ik perfect. Dus dan kan je eigenlijk gewoon de source hier pakken. Zo. En je kan hem beginnen slepen. En dan moet je dat gewoon naar je ander beeldscherm slepen. Zo. En hetzelfde bij je program. Zo. En dan kan je deze hier op groot scherm zetten. Ik kan trouwens, dit kan je altijd slepen en je kan die, gelijk ik nu heb, zo bij elkaar zetten. Je kan er ook gewoon twee aparte kaders echt van maken. Dan ga je één groot en een klein. Of weet ik veel wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou het, ik persoonlijk zet het liefst zo. Nee, sorry. Het liefst zo. Ja, dat is wel handig. En dan, als ik dan hier op klik, kan ik gewoon hier die laten spelen. En hier, als ik hier op klik en hier mee speel, gaat die andere spelen. Heel handig. Maar, zoals jullie horen, is de audio nog altijd via mijn computer. En als je met koptelefoon werkt, is dat geen probleem. Dan steek je gewoon een koptelefoon in je computer en je kan je zo luisteren met de audio. Maar als je op monitors wilt werken en je sluit die monitors aan op je tv, dan moet je nog even naar de settings gaan van Premiere. Dan ga je naar Premiere Pro en dan Preferences, General of Audio. Ik
kan ook wel naar General gaan, naar de audio tab. General is hier. Dan gaan we naar de audio. Sorry, ik had even een kleine fout gemaakt. Je moest niet naar audio gaan, maar naar audio hardware. En dan heb je daar default output. En daar staat built-in output. Dan moet je veranderen naar HDMI of AVG. Als je een AVG kabel hebt, dan veranderen we naar HDMI. En dan... Right. Yes. En dan gaan jullie nu horen als ik dit doe. Gaat dat via mijn... Allee. TV's gaan die heel hard staat. En ja, dit is het eigenlijk. Zo edit ik op twee beeldschermen. Alright, maar dan ga ik de tutorial hier afsluiten. Ik hoop dat jullie veel hebben bijgeleerd en blijf vooral volgen. Wil je meer Basis Premiere Pro tutorials? Klik dan hier op dit linkje. En like, subscribe, doe alles en dan zie ik jullie de volgende video.